hele goede morgen of middag alweer. Laat middag. Het is vandaag donderdag. Zo, ik spuug er gewoon. Is het nog goed last tijd? Ik ben wel een beetje spuugend geworden. Het is vandaag donderdag en ik ga vandaag op pad met Nessie. Wij gaan lekker werken samen, hè? We gaan een paar klusjes doen. Work team. Even kijken, wat wou ik zeggen? Gisteren had ik even bezoek en heb ik even niet gevlogd. Dus waarschijnlijk missen jullie een dag, dan weten jullie dat. We hebben het gisteren wel echt heel gezellig gehad, Nes. Dat was leuk. En gisteren hebben we echt heel veel gegeten. Ik heb nog nooit zoveel vieze dingen achter elkaar gegeten. Dat was niet vies. Ja, maar als in niet gezond vies. We hebben bagels en beans gehad. Oké, we hebben ontbeten met bagels en beans. Toen daarna hebben wij een ijsje gehaald bij de ijssalon. Toen daarna, wat was het volgende? Toen hebben jullie, zijn jullie nog cake gaan eten ergens volgens mij? Gebak? Nee, want dat konden we niet vinden. We zijn toen erbij gegaan, hebben we cappuccino gehaald. Oh. Toen hebben we jou opgehaald en toen zijn we nog sushi gaan eten. Oh. Toen we klaar waren met sushi eten, we zaten echt zo vies vol. En toen hadden we nog besloten om nog meer ijs te gaan halen. Oh, lekker. Dus ja, we hebben wel genoten. Oh. Om maar tijd terugdraaien en nog een keer alles eten. Ja, man. Die sushi was wel echt lekker. Zo. Oké, dat als je echt lang geen sushi hebt gehad, dat je denkt van wow, het is echt lekker. We hadden best wel een grote bestelling gedaan, maar alles was gewoon letterlijk op. Zeggen, sorry, ik kapte hem een beetje snel af. Doe je het zeggen? Wat wil je nog zeggen? Wat wil je nog zeggen? Tot de laatste sushi. Tot de laatste sushi stuk. Stok. Stok. Nee. De laatste stok, geen stok. Weet je wat Nessie wou doen laatst? Hij wou dus van al die keer dat ik me verspreek in een vlog, wou die een compilatie maken. Alleen ik had geen tijd om alles te zoeken. Ik verspreek me echt zo vaak. Dat is een van de mooiste momenten in mijn leven en op mijn dag als jij je verspreekt. Dat vind geweldig. Je echt leuk, hè? Misschien nog waren naar wat voor ijsje ik had gekozen gisteren. Hij ligt er nog, jongens. M&M! En wat ik nog meer had gesnoept. Ik had heel veel van deze Tony Chocoloni. Ik had geel en groen. En groen is veel lekkerder. Hebben wij vanochtend een stuk of 4 pakketjes opgehaald die we hebben gemist. Onder deze van Pathé waar we heel blij mee zijn. Nessie heeft een Pathé pyjama gekregen. Pathé pak. Een popcorn en chill pak gekregen van Pathé. Want wij hebben nu een, hoe heet het, zo'n vast dat je hebt eigenlijk? Geen idee, maar hij mag gratis naar de bios en dan krijgt hij korting op mij, toch? Of niet? Ik mag jou plus 1 gratis meenemen. Oh, nou ja. Wij kunnen eigenlijk gewoon gratis en we krijgen 25% korting op de popcorn. Snacks! Woehoe! Deze pakketjes gekregen, maar die laat ik straks zien. Woehoe! Woehoe! Dit is de gevangenis trouwens van West. What the fuck? Random. Oh, ik heb mijn sapje voor vandaag. Ik heb nu een sapje van Juice Express. En ze hebben dus een nieuwe logo. En ze heeft net mijn halve sapje al opgedronken. Anders zag je hier ook heel duidelijk Juice staan. Van Juice Express. Maar ik vind deze nieuwe flesjes echt zo tof. Met die X erop. En ik heb even voor deze kleur gekozen. Want die vind ik echt super lekker. Hier zit heel veel wortel in. In ieder geval. Hier zit 500 gram aan groente in. Hè? Dus, ja. Dus I need it. I need it na gisteren. En ik wil ook weer die ene met de bieten halen. Die rode, die is ook fucking lekker. Niet normaal. Wij zijn nu op kantoor. En we gaan hier even lekker samen aan het werk. Dat is een beetje de planning. De halve planning van vandaag. Wat vind je hiervan? Je ziet mijn mond niet eens. Ja, ik schrik toch niet? Oh, we hadden het trouwens over een thumbnail. laten zien. Ik wil even laten zien. Kijk, deze thumbnail liet je aan mij zien. Maar ik schrik hier, zeg maar. Want Nessie ging heel hard rijden. En de tekst zat voor mijn mond. Dat was een beetje wat ik bedoelde. Oh, ik ga echt lekker de sap even helemaal opdrinken. Alle vitamines naar binnen werken. En er staat dus tegenwoordig op het etiket wat er allemaal in zat. Dan zat er eerst niet op. Hier zit dus in 25% wortel, 15% peer, 5% citroen, 40% sinaasappel, 5% broccoli en 10% komkommers. Ik zit inmiddels in de auto. Ik ga even een koffietje halen voor mij en Nessie van de McDonald's hier dichtbij. Want we zitten nog even op kantoor en we hadden nog even een beetje energie nodig. Dus dat ga ik nu halen. Maar Nessie, die appte mij van, ja, neem anders een snackje mee. Maar wij hadden afgesproken vandaag om helemaal gezond te beginnen. En nu geeft hij alweer op. Hij is echt zo, zo makkelijk met dit gewoon, hè. Hey. Ha,
wat wil je hebben? Wat hebben ze dan? Nee, ik ben er nog niet. Ik heb even jou gebeld voordat ik ga rijden. Zal ik iets zoutig nemen of iets zoet? Ben je echt serieus? Ben je ook nog zoutig? Maar waar gaan we eten straks dan? Dat weet ik nog niet, maar ik ga nu even een koffietje halen. Wat moet je hebben? Doe ook maar een koffie dan, cappuccino. Oh, maar je hebt geen snack toch? Nee. Goed hoor, Nessie. Ja. Ik was je namelijk aan het filmen, maar je hebt me teleurgesteld. Wijziging van plannen. Ik was bij de McDonald's aangekomen, ik heb mijn bestelling gedaan, gelukkig nog niet betaald. En toen belde deze mij. Kom mij ophalen. Oh, je hebt niet, We gaan even samen eten. Nee, ik had de bestelling nog kunnen annuleren. Nee, joh. Leuk, hè? Leuk hoor. Ik heb een lekker theetje zonder suiker. En Nessie gaat er zeker suiker in doen. Suiker. Echt waar? Eentje. Zonder dat je het zag. En ik heb lekker water erbij, spa blauw, ik heb kufta besteld, wat heb jij besteld? Ik heb manta. Een knofje. Knofje, jij bent knofje. Zo, jongens, het is mijn eten. En we hadden zoveel trek toen we dit kregen, dat het al bijna op is. Maar ik heb er zoveel zin in. Oké, een heel andere setting nu. Ik ben nu inmiddels alleen trouwens. Even een koffietje gehaald van de Mac. Ik was er echt heel erg aan toe. Dat is net gebeuren. Wij gingen dus van kantoor naar huis rijden. Want Nessie werd opgehaald om naar een show te gaan vandaag. In Utrecht volgens mij. Maar toen werden we aangehouden door de politie. Omdat Nessie dus als een debiel reed. Dus dat was helemaal top. En toen heb ik hem even afgezet thuis. En toen ben ik... naar Honey gereden. Ik ben nu dus bij Honey. En toen ben ik er dus achter gekomen. Honey is niet eens thuis. En toen keek ik mijn tas van... of ik mijn huissleutels wel bij me had. Maar die heb ik niet. Die heeft Nessie. Maar door alles wat er zeg maar gebeurde onderweg en blablabla... was ik dus vergeten om mijn huissleutels van hem te pakken. En nu ben ik aan het wachten tot Hon thuis is. Gelukkig heb ik hier lekker koffie. Echt last van mijn keel. Ik hoop niet dat ik ziek word of zo. Nou, gelukkig heb ik dus nu allemaal... En weer gemberschotjes ingeslagen. En sapjes. En ik heb altijd wel het gevoel dat we die gemberschotjes mij dus echt heel goed hebben gedaan. Begin het jaar werd ik echt zo vaak ziek. En gewoon echt om de week. En toen begon ik dus met die gemberschotjes. Toen heb ik ze echt letterlijk 2 maanden lang elke dag gewoon gedronken. En het heeft me echt zoveel geholpen. Maar toen ben ik daarna weer gestopt. En nu voel ik opeens weer dat mijn weerstand niet helemaal oké is. En toen wou ik die gemberschotjes weer. En nu hebben ze dus ook kurkuma-shotjes. Maar ik ben zo verslaafd aan die gemberschotjes dat ik liever die wou. En ik heb ook nog van die rode bietensapjes. En ik heb ook nog die groene sapjes. Dus nu ga ik weer even verder op Hon wachten. En dan zie ik jullie straks. Ik heb trouwens voor Honey dit meegenomen. Dit vindt ze echt heel erg lekker bij de Mac. Die macarons. Dus die heb ik speciaal voor haar gehaald. En deze, dat is de pistache. Die is echt heel erg lekker, jongens. Als jullie naar de Mac willen, hier hebben ze een zoetigheid. Neem deze. Dus vanochtend kwam de postbode. En toen kreeg ik een... Sorry, deze belichting is echt zo lelijk. Niet normaal, wacht. Ik ga hem even een beetje normaal neerzetten. Zodat ik niet... even kijken. Dus wat ik wou zeggen. Vanochtend kreeg ik dus post. En toen kreeg ik een heel groot pakket. Oh mijn god, mijn katten gaan gewoon gelijk inzetten. Ik ga stuk. Is dat leuk? Ja. Nee, juf. Chilling! Lekker hè? Nieuw huisje voor jullie. Ik ga stuk, ik ga chillen. In ieder geval, ik kreeg een heel groot pakket. En dacht ik, what the fuck, waar komt dit vandaan? Maar dat was dus een PR-pakket van NYX. Niks Cosmetics. Echt, ik heb nog nooit zo'n groot PR-pakket gekregen. Het even groot als ik gewoon. Het concept is zeg maar de no make-up look. En dat kun je dus creëren met deze producten. Kijk, het ziet er dus zo uit. En als je hem opent, heb je dus dit. Ik vind het wel echt een heel leuk iets. Heel leuke concept. Gewoon de no make-up look. En alle producten zijn dus roze. Maar dat zie je in deze licht niet zo goed. Nog een PR pakketje. En deze is van Starskin. Ik vond het echt zo'n raar pakketje toen ik het kreeg. Mensen snap hier ook niks van. Want je krijgt wel zo'n heel grote... mond. Lippen. Wat is dit? In ieder geval, het gaat dus om dit setje. En dit vond ik echt heel erg cute. Want in het begin toen ik het opende,
kreeg ik hem zo en toen zag ik het niet. Maar dit is echt vet cute, dit setje. Focus! Hij focust eindelijk. Ik heb dus een lip scrub gekregen. Kijk hoe cute die potjes zijn. En een overnight lip mask. Even uitgepakt. Uit de verpakking zijn ze gewoon nog mooier. Ik heb net heerlijk gedoucht. Oh, dat was echt zo lekker. Nesim is inmiddels net naar bed. Die was echt moe. Maar ik moet zo nog mijn haar opdrogen en zo. Dus ik blijf nog even wakker. Ik ga nu ook gelijk mijn gezicht reinigen op de bank. Terwijl ik even Netflix ga kijken. En dan ga ik het lekker insmeren met olie en zo. En dan ga ik rustig aan naar bed. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. Heb ik hier nou een puist? Ik hoop dat jullie deze vlog met je leuk vinden. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei.